Breda, nu. Betrokken ondernemers Breda deelt taarten uit aan Breda-naars die een vitaal beroep uitoefenen. Met een tegoedpon kunnen deze taarten tot en met 30 november worden opgehaald bij de SLIGRO. Wij zijn de taartenactie gestart. Uh, wij kregen een telefoontje van uh, de curator van het. Uh... Het patisseriebedrijf Metropal in Tilburg. Metropal, het bedrijf is failliet en wij werden gevraagd of wij interesse hadden... om 26.000 taarten te verdelen aan medewerkers in Breda... die direct of indirect met corona te maken hebben, althans de gevolgen daarvan. Mijn rol binnen deze taartactie was puur logistiek. Vorige week gebeld of ik de logistiek wilde verzorgen. Het ging om een forse partij taarten natuurlijk, 80 pellets die weggehaald moesten worden. ...in de distributiecentra's van Metropal in Tilburg en Vechel. Daarnaast natuurlijk een stuk opslag, want 80 pallets zet je natuurlijk niet zomaar weg. Dus dit grote nieuwe distributiecentrum van Sligo aan de Kapittelweg... Uh, ...kon die pallets prima huisvesten. Dus wij slaan ze hier nu uh, op en brengen ze dan vervolgens uh, naar behoefte... ...in kleine partijtjes naar onze zelfbedieningsgroothandel op het DRBC. Mijn rol binnen deze actie is, um, ik ben verantwoordelijk voor de zelfbedieningsgroothandel van Sligro aan het IABC. Um, wij zijn lid van de betrokken ondernemers Breda. En uh, Ron Bout, het directeur van de betrokken ondernemers, heeft ons benaderd of wij uh, in waren om deze taartenactie handen en voeten te geven. Toen hebben we samen met onze bezorgservice dit mogelijk uh, gemaakt. En uh, de mensen die dit aangaat, die de waardebond krijgt toegemaild. Die kunnen tot en met 30 november uh, met de waardebon bij ons op de zelfbedieningsgroothandel terecht. Om lekker een gratis start op te halen. Als dank voor al hun inzet tijdens deze crisis. We hebben inmiddels een 48 organisaties benaderd. Uh, die hebben hun medewerkers opgegeven. Uh, totaal 23.000 medewerkers. Dan moet je echt denken aan de medewerkers van Amphia, van de GGD, van de teststraten, politie, brandweer, het onderwijs, uh, GGD, GGZ, uh, de bloedprikkers. Uh, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. 48 organisaties totaal. Breda nu.